Pas op het moment dat die persoon wat anders wil dan waar jij daarvoor zit, of meer wil, of misschien juist minder wil, bijvoorbeeld iemand van WPI in kwam, en ze gaat met iemand over werk praten en die persoon wil juist met rust gelaten worden, dan zijn het de momenten waarop je met bepaald gedrag te maken krijgt, waarop mensen gaan proberen op hun eigen manier invloed uit te oefenen. De kernvraag die je vaak stelt is van, is dit een persoon die met een oprecht probleem tegenover mij zit, waar hij of zij ook echt hulp bij wil en waar ik ook bij moet ondersteunen, of is het iemand die dit probleem uitspeelt, gebruikt als een soort schaakzet om bij mij wat los te krijgen. En daar zit dus ook altijd weer dat letten op, ja, wat is de agenda van die persoon? Iemand hoeft niet te manipuleren als zijn of haar agenda hetzelfde is als de jouwe. Maar als die iets anders wil dan wat jij wil, of als die meer wil, of juist minder, van ik wil dat je met rust laat, dan kan dat een reden zijn om te sturen. Dus je eerste herkenningspunt, wat in feite universeel is, en waar ongeacht het vakgebied waar mensen precies in werken, wat iedereen tegenkomt, is altijd er een stukje alarmsignaal is van, als er iemand is waarvan je merkt dat die wat van jou wil. En niet iedereen toont dat natuurlijk, hè. Want er zijn mensen die bijvoorbeeld inderdaad bijvoorbeeld bij WPI absoluut niet willen werken, maar die doen zich om het hardst vaak voor als mensen die juist heel graag willen werken, maar ondertussen blijkt dat het telkens niet lukt. Nou, dan moet je weer kijken van, hé, het klopt niet als die persoon zo graag wil, waarom gaat dan telkens op het cruciaal moment mis? Dan ga je weer in dat patroon kijken. En ja, zoals ik net ook al zei, wij mensen, wij zijn gevoelsmatige wezens. Dus op het moment dat je tegenover iemand zit, krijg je daar een gevoel van, je krijgt er een indruk van, die persoon is aardig of die is niet aardig, of die is eerlijk of die is niet eerlijk. Dat kunnen we niet eens laten, dat kun je niet stopzetten, daar zijn we mensen voor. Maar heel vaak draaien we daar ook compleet op. En dat is nou precies wat een behendig manipulator gebruikt. Dat is haar of zijn asset om die knop bij in te drukken. En dat betekent op het moment dat je breder gaat kijken, dat je inderdaad gaat kijken van oké, die persoon is wel de hele tijd vriendelijk tegen mij, maar toch gebeurt er de hele tijd dit en dit. Of op momenten dat ik het daarover heb, is in één keer plotseling even niet vriendelijk. Ja, dan zegt hij achteraf al van ja, ik had even stress, ik was onrustig, maar hé, dat gebeurt iedere keer. Iedere keer als ik erover praat van dat hij die verplichting heeft, dan kwam plotseling dat gedrag om. En op het moment dat je naar dat soort dingen gaat kijken, dan kom je uit die alleen gevoelsmatige beleving. En dan ga je in feite naar meer een soort helikopterview. En die maakt het makkelijker om te zien wat er echt aan de hand is. Daar moet je in feite een beetje buiten dat gevoel gaan. Dit onderwerp is zinnig voor de mensen in de zaal, omdat in feite het over mensen gaat. En iedereen die met mensen te maken heeft, heeft ook te maken met mensen die invloed willen uitoefenen op een goede manier. Of die willen manipuleren op een niet altijd zo goede manier. En dat bleek ook eigenlijk, want ik vond het wel heel leuk dat tijdens deze workshop de zaal heel goed meedeed. Er waren ontzettend veel vragen. En dan is het ook leuk dat je merkt dat mensen met al die verschillende achtergronden, dat ze allemaal hun eigen dingen eruit pikken. Voor de een is dit detail belangrijk, voor de ander is dat detail belangrijk. Daarom ook de neiging, zo'n workshop is natuurlijk een heel kort iets, maar ik wil dan graag even de onderwerpen breed doorgaan. En dan merk je vanzelf, als op een gegeven moment de zaal zegt van, ho, stop, handrem, hier wil ik meer van horen. Dan denk je van, ah, dat is dus duidelijk iets waar ze veel mee te maken hebben. Nou, dat was ook duidelijk zo. Over de indeling in graden van de manipulatoren, van graad 1 tot graad 4, dus van licht naar zwaar, waar je het meest mee te maken hebt, hangt heel erg af van de functie die je hebt. Ik bedoel, maatschappij breed, daarom is het ook zo'n beetje een piramide, heb je het meest met graad 1 te maken, maar dat vinden we meestal niet zo erg. En hoe hoger je komt, hoe vervelender het wordt, maar hoe minder je het ziet. En bovenaan graad 4, dat zijn dus de echte naren, inclusief chantage, dreiging, seksueel intimidatie. En maatschappij breed heeft dat de sterkste impact, maar heb je het minst mee te maken. Maar als jij werkt met een doelgroep, zoals bijvoorbeeld de top 600 of de top 1000 of andere probleemgroepen, dan kan het natuurlijk zijn dat 80% van je populatie juist dat gedrag vertoont en dat je in feite de richtervormen veel minder ziet. Dus het hangt heel erg af van de werkvormen waar iemand middenin zit. En juist daarom heb ik ook neiging om een beetje dit alles door te lopen, want dan zie je vanzelf hoe het zwaartepunt ligt. Kennen jullie deze? Het is dezelfde foto, ik zal hem nog even een keertje terug doen. Het blijkt dus dat als je ogen en mond ondersteboven in het gezicht monteert, dan corrigeert ons brein dat. Waardoor je in feite een vrij normaal gezicht ziet, terwijl als je de foto dan rechtop zet, dan ziet hij er natuurlijk heel raar uit. En bedenk wel dat in feite een manipulator ook altijd gebruik maakt van de eigenschappen die al in ons zitten. Over het herkennen van manipulatie. Nou, het belangrijkste is hoe je het niet herkent, namelijk niet op gevoel, niet door een inschatting te maken van nou, ik denk dat deze persoon eerlijk is of ik denk dat hij niet eerlijk is. Dat werkt dus niet, want juist de behendigste manipulatoren zijn er het beste om eerlijk over te komen, om jou helemaal het gevoel te geven dat alles wat diegene zegt klopt en dat hij het ook zelf echt gelooft.
Dat geldt trouwens specifiek voor de manipulatoren die liegen, wat niet iedereen doet. Want je kunt ook heel veel invloed uitoefenen zonder ook maar één leugen te vertellen. Wel is het zo dat het handig is, en daarom ga ik ook een aantal van die technieken door. Ten eerste, hoe meer je weet dat er bestaat, hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk herkent. Het is heel simpel, het is de valkuil die je niet ziet waar je invliegt. Als je een valkuil eenmaal herkent, dan, goed, dan kun je met een bochtje maar heen lopen. Of je kunt er overheen springen of je kunt er een dichtgooien van mijn part. Maar het is de valkuil die je niet ziet waar je invliegt. En heel vaak is het zo dat met name de wat gemeenere vormen van manipulatie zo ver van mensen afstaan. Die zeggen van, ja, maar doen mensen dat? En dat betekent ook dat je makkelijk de mist in gaat. Want als je het zelf niet kunt voorstellen dat iemand dat zou doen, dan herken je het ook niet wanneer het je doet. Zelfs niet als het voor je neus gebeurt. Er zijn verschillende trucs, inclusief, nou ja, ik gaf even een opsomming van bijvoorbeeld herkenningspunten die algemeen zijn, patroonherkenning, want je kunt het nooit uit één gesprek halen. Je moet altijd kijken van, wat gebeurt er op de langere termijn, want het is een schaakspel. Maar het belangrijkste is dat je moet weten wat er aan manipulatie voorkomt, zodat je op een gegeven moment denkt van, hé, daar heb ik eens van gehoord. Daar heb ik ooit een keer in zo'n rare workshop, heb ik daar wat over verteld. Volgens mij gebeurt me dat hier. Zelfs als de mensen niet heel intelligent zijn, kan de manipulatie nog steeds slim zijn. In de regel is het zo dat als je een manipulator confronteert, dan maak je hem slimmer. Wij hopen altijd dat iemand dan leert van, oh, dat moet ik niet meer doen. Maar de rest die heel vaak getrokken is van, oké, dat moet ik dus niet meer op die manier doen. Dat zie je van klein tot groot. We hebben momenteel een paar zaken waarbij betrokken ben met redelijk grote fraude. En dan zie je eigenlijk dat hij al eerder zo'n functie had. En daar toen een bedrag van 10.000 had weggesluist. Nou, daar is volgens geen juridisch gevolg aangegeven. Nou, heeft zo'n restje wel geleerd. We willen ook zijn carrière niet verwoesten. Volgens gaat diegene aan de andere kant van de rand. En doet het opnieuw, maar nu behendiger. En nu zijn we dus 500.000 kwijt. Die persoon heeft precies van zijn vorige fouten geleerd hoe die het niet meer moet doen. En volgens is de schade groter. Ik zeg niet dat je manipulator nooit moet confronteren. Maar ook dat is weer dat schaakspel. Je moet heel goed bedenken van, heb ik voldoende bewijs? Wat wil ik bereiken met die confrontatie? Want als je hoopt dat iemand tot inzicht komt, dat kan heel averechts werken. Het essentieel, en dat is iets wat in de workshop ook even een groot onderwerp vormde tegen het einde, want daar gaan we ons de mist op in, dat we op een gegeven moment hebben van, nou ja, dit is een nare situatie, die man of vrouw doet naar, of die zet mij onder druk. En ja, dan ben je misschien wel bereid om even voor één keer toe te geven, om er op dat moment vanaf te zijn. En dat is precies een valkuil, want die persoon vond dus mee van, ah, onder die druk bezwijk jij dus, dus die druk moet ik nog een keer gaan toepassen, want dan krijg je de volgende keer weer mijn zin. Dus hoewel het op dat moment even een opluchting lijkt, ik gaf in de workshop een voorbeeld van een jongetje wat probeerde koekjes van een moeder te krijgen, wat ze op een gegeven moment toegaf. Dat lijkt op dat moment heel logisch dat ze dat doet, maar het probleem is dat hij vervolgens datzelfde gedrag opnieuw gaat vertonen, want dit heeft gewerkt en dat is precies wat ze niet wil. Dus als ik zeg een schaakspel, dan zitten er meerdere kanten aan, maar de belangrijkste kant is dat je er niet onderuit komt om verder te kijken dan alleen het hier en nu. Je moet minstens 1 of 2 stappen vooruit denken, want anders dan werkt het averechts. En datgene wat je nu lijkt te helpen, ontploft een paar weken later in je gezicht.